Hey hoi, welkom in deze krochten. Ik zit opslaghok van tekenen om deze video te maken. En ik wil in deze video de les van afgelopen week een soort van herhalen, samenvatten. Dus een soort herhaling over het impressionisme. Ik zal hem zo zetten dat je hierboven in beeld de jaartallen kan zien en eventueel wie het gemaakt heeft en de titel van het werk. Dan zullen er niet zoveel verschillende namen voorbij komen. Hey, we hadden het over het impressionisme afgelopen les. En hopelijk kort in een minuut of 10 de belangrijkste punten nog eens van impressionisme. Zodat je, mocht je die toets gaan leren, het even weer op een rijtje hebt en hopelijk ook gewoon veel afbeeldingen gaat zien. Het impressionisme was een stroming die volgt op het realisme. En ook, wie weet dat het realisme een hele kleine stroming was. En eigenlijk de academische stroming groot was en populair was en wel werk verkocht. Het realisme was een kleine groep kunstenaars die zich daarmee bezighield. En hadden relatief weinig mensen die schilderij kochten. Maar het is wel een belangrijke speler, omdat het realisme als het ware het kiempje is voor de moderne kunst. Hè? Dus om het verhaal van de moderne kunst te snappen, moet je bij het begin beginnen. En vandaar dat het realisme dus nu zo geliefd is. Als eerste onderdeeltje. Het onderwerp werd arme mensen, hebben we gezien. En er waren wat schetsmatigere opties. Het was wat chockerender. Het naakt werd niet meer geïdealiseerd, academisch afgebeeld, maar realistisch. En je ziet op een aantal vlakken dat het impressionisme voortgroeit en voortborduurt op het realisme. Er zijn een aantal dingen die ze als het ware doorontwikkelen. En er zijn een aantal dingen die ook anders ontwikkelen. Dit is uit 1865 een schilderij van Claude Monet. En redelijk verwarrend, want je had net in de vorige les een naam gehoord. Manet, Edouard Manet. Manet en Monet scheelt maar één letter. Ze waren vrienden met elkaar en ze kenden elkaar goed. Monet was een soort van jongere generatie kunstenaars. En die leerde eigenlijk het werk van Manet kennen. En ging daarmee aan de slag en wilde dus ook in die modernere stijl verder werken. En in plaats van dat hij de schilderkunst als onderwerp kiest, hè, denk aan de Olympia van Manet, die liggende naakte vrouw, wat verwijst naar oude Venussen. Of die naakte vrouw in het park met die mannen, wat weer verwijst naar Giorgione, of naar wandtapijten van Raphaël of prenten van Raimondi. Zoekt Claude Monet het echt in het moment van 1865 zelf. In 1865 ziet hij dingen en die wil hij vastleggen. En dat groeit en uiteindelijk zie je dat hij in de loop van de jaren zijn eigen signature stijl ontwikkelt. En hier zie je al best wel een goed voorbeeld ervan. Een landschap, iets wat de impressionisten. Het is moeilijk om het hier al impressionisme te noemen. In 1874, dus 9 jaar later pas, hebben ze hun eerste tentoonstelling. Maar je ziet aan dit schilderij al dat Monet al natuurlijk voor 1874 al bezig is in zijn stijl, om zijn stijl te ontwikkelen, die we later een impressionisme gaan noemen. Maar het impressionisme schildert graag landschappen. Dat is een van de onderwerpen die aan bod komen. Straks zie je nog een aantal onderwerpen aan bod komen. Maar bijvoorbeeld een onderwerp wat je bijna niet meer ziet in het impressionisme zijn arme mensen. En dat was iets wat het realisme juist heel interessant vond, hè, om armoede af te beelden. Impressionisten hebben eigenlijk meer met de rijke burgers van Parijs. En ze willen graag meer de middenklasse, de hogere middenklasse afbeelden. En liefst natuurlijk ook hun werk daaraan verkopen. Maar landschappen, stadsgezichten gaan we daar ook nog zien. Dat is een belangrijk onderwerp. En je ziet misschien ook dat het schilderij heel erg losjes geschilderd is. Met een hele losse toets. De kwasten die hierdoor ontwikkeld waren, de varkensharen kwasten, met die wat plattere, wat rauwere haren aan de top, die waren daar perfect voor. Hè? Dus de schilders wilden heel graag laten zien dat een schilderij met een kwast geschilderd was. Dus de toets, zo'n dotje verf die je met zo'n kwast wegzet, die mocht zichtbaar blijven. En in de academische wereld zou dat helemaal verstopt moeten worden, zodat een toets niet meer een toets is, maar een rotsblok of een stukje zand of een stuk steen of wat dan ook, of een plantje. En hier worden er met verftoetjes eigenlijk kleurvlakjes gesuggereerd. En van een afstand, als je zo'n schilderij bekijkt, dan worden al die vlekjes samen toch een overtuigend realistisch beeld
van in dit geval een soort scène aan het strand met een kar en wat mensen. Dus wij zien hier bijna een abstract schilderij met vlekken en vegen, maar van een afstand is het een overtuigende branding. Het is niet natuurlijk als een soort speurwerk, als een puzzeltje gedaan van, oh, kijk eens, dichtbij is het abstract en ver weg is het realistisch. Maar zij waren ervan overtuigd dat dit de manier was om een soort realisme te schilderen met die hele vlotte toets. Dat het veel realistischer was dan zo heel fotografisch super strak, omdat het menselijke oog nou helemaal niet zo strak kijkt. Ze waren nog ergens in geïnteresseerd. En ze waren geïnteresseerd in hoe op een specifiek moment het licht voor een bepaalde sfeer zorgde en voor bepaalde kleurwerking zorgde. Dit is Monet's Déjeuner sur l'Èbre, kan je misschien herinneren, dat hij dat geschilderd heeft. Dus ook hij, 1866, schildert 3 jaar na Manet een scène van 2 vrouwen en 2 mannen in het park. In dit geval een soort picknick met hedendaagse kleding. Dus nou, dat vond hij ook een interessant onderwerp om te doen. En ook hier zie je, dat is een slechte afbeelding helaas, zie je wel dat lekkere schetsmatige en losjes geschilderde. Dit is een vroeg werk van Renoir. Waarin hij ook al probeert, dus het is nog een beetje voor het impressionisme van Renoir, dat hij in een wat academischere manier van portretteren combineert met een hele lekkere, losse schildertoetsachtergrond. Dus dat hele woeste van die achtergrond gaat later ook doorspelen in de voorgrond. Kijk, hier zie je Renoir 1 jaar later, bij La Grenouillère. Dit is ook weer zo'n onderwerp, ik zei de hogere burgerklasse, het zijn niet arme mensen, dit zijn de rijke mensen. Dit zijn de rijke tata's van Parijs en die gaan lekker in het weekend naar het park. Gaan ze op een boottochtje, lekker een bootje huren en lekker dobberen. De vrouwen in mooie jurken, de mannen in hun chique pakken. Maar ja, als je dit zo bekijkt, het is zo verschrikkelijk schetsmatig. Mensen zijn klodders en dotjes en er wordt heel lichtjes aangegeven wie wat is. Dat er een parasolletje ergens vastgehouden wordt. En inderdaad, van een afstand is het redelijk overtuigend. Een groepje mensen op zo'n kunstmatig ponton, wat bootjes, waarvan dichtbij zijn het allemaal ja, losse flodderklodders. Dus qua vormentaal laten ze heel veel los. Ze houden niet van die strak omlijnde, duidelijk gedefinieerde vormen. Het zijn hele losse vormen die bijna vormloos gaan worden. Zo'n achtergrond is totaal onduidelijk. Maar het werkt wel, er ontstaat een bepaalde sfeer. En hij probeerde dus, Renoir, in dit geval, en Monet stond hiernaast, die heeft ook zo'n schilderij. Hij probeerde dus het moment te pakken. En dat momentopname, dat je precies, als het ware, die dag en dat moment, 's ochtends, 's middags, 's avonds, nevelig, sneeuw, felle zon, dat moment, het momentachtige, het vluchtige van een moment, dat ze dat proberen te vatten in een schilderij, in plaats van zo'n studiostuk waar mensen poseren enzovoort. Maar dit is een soort snapshot van flats. Ik was daar en ik zag dat. Kching. Een soort Snapchat. En zij probeert dat dus met die techniek te ondersteunen. Dat vluchtige schilderen helpt het daarbij. En ze waren dus heel erg geïnteresseerd, misschien wel meer dan in de voorstelling, geïnteresseerd in de sfeer van een moment. En dat is een hele belangrijke. Die moet je dik onderstrepen en dan krijg je sowieso in een toets. Waarom zou je de impressionisten kunnen zien als voorloper van de moderne kunst? Omdat ze... Je zou kunnen zeggen, in zo'n schilderij is kleur en licht het belangrijkste onderwerp. In dit schilderij, in dit schilderij is kleur en licht het belangrijkste onderwerp. Het ging niet per se om die boulevard, het ging niet per se om de architectuur of om die wapperende vlag. Het gaat om die sfeer van het prachtige zonlicht op een midden op de dag aan de Franse kust. Of hoe dat licht door de bomen heen sijpelt op de jurk van deze vrouw, of hoe het licht van een opkomende zon die ochtendnevel langzaam verdrijft in de haven van Parijs, bijvoorbeeld. Ik weet niet of dit Parijs is, maar deze schilderijen gaan niet meer over de haven, of over wat voor boot dat is, of over waar deze plek precies is, maar ze gaan over kleur en licht. En waarom is het nou zo belangrijk dat het over kleur en licht gaat? Dat hebben we nog niet eerder gezien. Schilderijen gaan altijd over een voorstelling en kleur en licht als beeldaspecten worden gebruikt, samen met ruimte en noem maar op, compositie, om een voorstelling helder te maken en over te brengen. En nu zegt voor het eerst een kunstenaar, ja, die voorstelling die is eigenlijk niet zo belangrijk, maar wat echt belangrijk is in het werk is hoe kleuren op een bepaalde manier werken en hoe het licht speelt
met de voorwerpen op die voorstelling. Dus de beeldaspecten, zou je kunnen zeggen, worden zo belangrijk, misschien wel belangrijker dan de voorstelling. En dat is iets wat in de moderne kunst nog veel verder doorgevoerd wordt. Dus beeldaspecten, zou je kunnen zeggen, worden bijna zelfstandig. Het schilderij gaat meer over kleur en licht dan over dat dit zo'n bijzondere plek is met zo'n bijzondere voorstelling. En dat zie je bij regelmatig wat, bij best wel veel schilderijen terug. Degas herken je terug, omdat hij geïnteresseerd is in, zagen we al net al, in de theaterwereld. Renoir en Monet schilderen meer stadsgezichten, landschappen en de rijkere burgers als onderwerp. Maar je ziet constant de snellere techniek, de losse schetsmatige techniek, die versterkt natuurlijk het momentachtige, het vluchtige, snelle schetsen. Versterkt het idee dat dit heel snel en trefzeker gemaakt is op een bepaald moment. En anderzijds kan je zeggen, ja, dat moesten ze ook wel doen, want als je de sfeer van een ochtend probeert te pakken, ja, dan moet je niet 3 dagen over een schilderij doen. Dan moet je echt snel, treffend, binnen een kwartier of binnen een half uur de basis van je schilderij opzetten. We weten dat Monet ook schilderijen mee heeft genomen naar zijn studio om daar af te maken. Maar wat in ieder geval belangrijk is om te weten op toetsen en examens, is het echt al vaak gevraagd. Als zij naar buiten wilde en ze wilde studeren wat het licht deed, wat de sfeer deed van licht en van kleur op een bepaald moment, dan moesten ze ook ter plekke dus gaan studeren en schilderen. Dus ze moesten naar buiten. Schilders konden al naar buiten, maar deden ze niet zo vaak, want ze hadden een studio om rustig te werken. En nu zie je dat steeds meer schilders erop uittrekken en naar buiten gaan. En daar was een uitvinding voor nodig. En dat was een uitvinding van de verftube. Dus doordat ze verf in tubes konden opslaan, hoefde je niet verf telkens opnieuw te maken van pigment en olie. Maar nu kon je dus kant-en-klare verf kopen in de verfwinkel. Sinds een paar jaar al. Het was al iets ouder dan de impressionisten. Maar het werd daar nog niet voor gebruikt. Maar nu kwam het perfect, een soort perfect storm. Het kwam samen. De impressionisten wilden naar buiten. Er waren net verftubes uitgevonden. Dus konden ze naar buiten met een kistje vol met verftubes. En dat was dus een belangrijke uitvinding om het mogelijk te maken dat impressionisme überhaupt bestaat. Er is nog een andere uitvinding. En die, ik ga even terug naar die, in het begin hadden we, je ziet het hier ook heel duidelijk. De andere uitvinding was de fotografie. En de fotografie bestond nog niet zo lang. Was ook niet heel erg toegankelijk, maar werd langzaam steeds toegankelijker. En je ziet in dit soort afbeeldingen dat schilders expres een soort fotografische manier van weergeven gebruiken in een schilderij. Dus terwijl dit niks met fotografie te maken heeft, lijkt het een beetje op een foto. En dat komt doordat er hier aan de rechterkant en aan de linkerkant vreemde afsnijdingen zijn. En het komt ook omdat er een soort scherptediepte is, dat een bepaald gedeelte scherp is en een bepaald gedeelte wat onscherper lijkt. Dus die twee aspecten, een soort scherptediepte, een beetje blurry achtergrond en een beetje vreemde afsnijdingen, vooral die afsnijdingen, die zorgden ervoor dat foto's een soort dat schilderijen een soort fotografisch kwaliteit krijgen. Want veel foto's hadden die vreemde afsnijdingen. En die schilders verzamelden die foto's en die vonden dat een fantastische kwaliteit. Want al die brave schilderijen uit het klassicisme hadden perfecte uitgebalanceerde composities. En nu kregen ze van die vreemde composities. En dat versterkte voor hun een beetje dat soort van Snapchat-moment. Van even snel klik, 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 foto's maken. Niet helemaal perfect uitgebalanceerde composities. En dat geeft het beeld iets dynamisch en snels en vluchtigs. En dat zie je bij meerdere beelden. Ook hier een soort vreemde afsnijding. Dat zou nooit gedaan worden door een schilder in de academische wereld. En in deze schilderijen, ja, deinst men er niet voor terug. Dus dat is een belangrijk aspect. De fotografie-uitvinding. Nou, en we hadden al de verftube-uitvinding. Hier ook zie je een soort vreemde fotografische manier van weergeven van die grote gedetailleerde vorm op de voorgrond. En wat minder gedetailleerde vorm op de achtergrond met dat vreemde licht wat zo vanaf de onderkant komt. Wat ze dus ook in het impressionisme interessant vinden. Een vreemde lichtwerking. Niet per se alleen buiten, maar je ziet ook dat Degas binnen in het theater gaat kijken naar theatrale belichting. En dan krijg je hele gekke belichtingen dat figuren, vrouwen in dit geval danseressen, van onderaf belicht worden. Dus dit heb je nog nooit gezien op een schilderij. Een belichting van onderaf. Dus belichting komt meestal van bovenaf. Maar je ziet dat er een soort rare, donkere, maskerachtige schaduwpartij over haar gezicht lag. En daar was hij door gefascineerd. Stadsgezichten, ook weer met behulp van camera's.
de natuur, landschappen, havengezicht, landschapjes. En als laatste puntje, wat ik volgens mij nog sowieso moet noemen, is waar we het in de klas ook over gehad hebben, is die hele vreemde manier van componeren. Ook weer door het gebruik van fotografie. Want als je een foto maakt van die boulevard, Boulevard des Capucines, dan is het nou helemaal zo dat in het midden bomen staan. Terwijl de meeste schilders altijd zouden vermijden om in het midden van een schilderij een soort warrige, grijze, ondefinieerbare vlek te plaatsen, plaatst Monet hier die vreemde, grijzige massa en zit het zwaartepunt van de details eigenlijk een beetje in een hoekje gestopt. Ook in dit soort schilderijen zie je dat impressionisten geïnspireerd waren door een bepaalde kunstvorm die in Parijs te zien was, tentoongesteld werd, verzameld werd, te zien was in galerieën en winkeltjes. En dat was de Japanse prentkunst. En Japanse prenten kwamen vanaf de jaren 50, 1855 ongeveer, kwamen ze Parijs binnen, werden super populair. En je moet je voorstellen, deze schilders, die op zoek waren naar iets wat anders was dan academische kunst, die vonden de oplossing in die Japanse prenten, die heel anders omgingen met ruimte en met het indelen van een beeldvlak en met compositie. En ze gebruikten elementen dus uit die schilderijen, met name de manier hoe dat compositie en vlakverdeling, hoe dat een rol kreeg, met vaak een hele, soms een hele lage horizon, soms een hele hoge horizon. In dit geval een soort vreemde leegte met die wijkende lijnen, die perspectivische lijnen, die naar het middenvlak, de middenplan toe lijnen. Lijken te gaan. Grote diagonalen in de compositie, in een soort punt. Dat zag je vaak in Japanse composities. En er zijn er meer voorbeelden van. Dit vind ik een mooie. Met op de voorgrond voorwerpen in detail. Op de achtergrond eigenlijk een grote leegte. Het grote plein, Place la Concorde. En op de achtergrond heb je nog de muur van het park, daarachter van de Tuileries, denk ik. Ook weer die vreemde afsnijding hier aan de linkerkant. Dus die fotografische afsnijding, dat lege middenvlak, wat een beetje lijkt op Japanse prenten, die dat vaak ook hadden. Grote voorwerpen op de voorgrond in detail en dan een beetje een leegte op de achtergrond. Dus er was invloed van Japanse kunst. Kijk eens hoe machtig mooi hier het licht over die lichamen strijkt. Hoe het licht wellicht door de bomen of zo, door de bomen heen sijpelt en mooie lichte vlekjes op dat lichaam van die vrouw plaatst. Hoe dat Renoir bijna abstract gaat werken. Deze keer ook dat het licht zo weer. Dat licht wat ze. Dit schilderij gaat niet over die vrouw. Dit is geen portret per se. Het schilderij gaat over hoe machtig mooi dat licht. Dat zomerse licht door die bomen heen sijpelt en zich verstrooit over die kleding van die mensen. Het schilderij gaat over licht en over kleur. Deze ken je misschien. Hier waren ook gebleven. Moulin de la Galette. Hier komt alles samen. Hè? Middenklasse, die bij elkaar komen in het park, ze gaan dansen. Mooie belichting, zomerse sfeer, mooie kleuren. Ze gebruikten ook eigenlijk geen zwart. Ze weigerden om zwart te gebruiken in schaduwpartijen. Dat werd opgelost met donkere paarstinten enzovoort. Dus dan krijg je een veel kleurrijker geheel als je met zwart zou doen. Snel, vlotjes, schetsmatig. Dit zijn de onderwerpen en dit is de kunst van de impressionisme. Hey, en Caillebotte schildert nog vrij veel vorm. Hij laat vorm niet zo erg los. Dus ze doen het niet allemaal, maar de meesten laten vormen best wel los. En werken in dotjes en toetjes, snel en vluchtig, schetsmatig. Marie Cassat, een vrouw die onderdeel was van de groep, succesvol ook was. En hier gaan we het nog over hebben, volgende les. Tot zover de impressionisten.